En dit is mijn morning face als ik net uit bed kom met duizenden stringen haar. Goedemorgen, zoals je kunt zien is al een heel groot deel van de sneeuw gesmolten. En dit is mijn morning face als ik net uit bed kom met duizenden stringen haar uit mijn dot. Niet veel sneeuw te zien meer hier. Deze nog eens water geven. Dit is een pannenkoekplantje van de IKEA. Even iets anders aangetrokken. Mijn Hufflepuff trui die ik super leuk vind. En een broek. Geen goede combinatie, maar dat doet er niet toe. Het zit comfortabel. Want het is weekend, ik moet nergens naartoe. Dus dat mag. Tijd voor mijn flowkalender. Leuk meisje. Dit meisje werd getekend door Jace van Illustration. Heel tof. Maar dat zeg ik bijna elke dag dus. Dit is mijn DIY uit blogger juni 2018. Gebruik ik nog steeds. Mijn plantje die straks water krijgt. Dit is een super mooi plantje, maar fake. In bad geweest, mijn tanden gepoetst, mijn voetjes. Heerlijk verzorgend voetzalfje gegeven. En ik heb een mandarijn ook gegeten. Vanmiddag ben ik bij mijn zus een aantal gezelschapsspelletjes gaan spelen. Ik heb Dubbele gespeeld, die ik aan het lenen ben van mijn collega. En Friends Monopoly. En daarvan heb ik een paar kleine stukjes gepoetst. Ik heb net in mijn bullet journal geschreven, elke dag, het was weer al even geleden, maar elke dag probeer ik drie dingen op te schrijven waarvoor ik dankbaar ben. Drie dingen die ik geleerd heb en iets waar ik morgen aan moet denken. Voilà. Dit was mijn afbeelding voor vandaag en morgen is het deze kever. Ik doe dat trouwens elke keer de avond ervoor, omdat ik het vaak de dag zelf gewoon vergeet. Tot haast. Boek is uit. Freaking bloed. Kaars is uit. Dat is trouwens het tweede boek die ik lees uit de boektopperreeks. Tijd om te gaan slapen, dus bedankt voor het kijken. En tot morgen. Toedels!